Ja, dames en heren, dit is Spotlight, elke zaterdag vanaf 16 uur en dan om de 3 uur een herhaling. Vandaag 3 onderwerpen. Topman uit het bedrijfsleven gaat naar een ideële derde wereldorganisatie. Help, ik kom vrij, een noodkreet van geëx-detineerden. En leven het comité Indonesië na de dood van het vorige comité. En we beginnen bij het laatste. Een paar weken terug hadden we hier een interview met Yvette Lawson in verband met de opheffing van het comité Indonesië. Maar nog voordat dit comité echt concreet opgeheven wordt, per 1 december aanstaande, is er alweer een nieuw comité opgericht, Indonesian House. Hier in de studio Reza, lid van het oude comité en oprichter van het nieuwe. Welkom in de studio, Reza. Dank. Vond je het eigenlijk niet terecht dat het comité Indonesië opgeheven werd? Binnen de geleideren van het comité Indonesië zijn ook natuurlijk mensen die vinden dat de solidariteit met Indonesië juist op dit moment heel erg belangrijk is. We zitten in een transitieperiode. Suharto is wel weg, maar de macht van de militairen is nog niet gebroken. In deze periode is er ook heel veel nieuwe initiatieven vanuit de basisbewegingen in Indonesië. In die zin is solidariteit met Indonesië gaat nodig op dit moment. Dus er zijn mensen die verder willen gaan met de solidariteitswerkzaamheden. Maar was jij een van de weinigen binnen het comité Indonesië die daar zo over dacht? Of was daar een bepaalde stroming? Of... Nou, ik praat meer vanuit de Indonesische beweging, zeg maar, ja, waar comité Indonesië een onderdeel van is. Ik heb wel jarenlang als vrijwilliger bij comité Indonesië gewerkt, maar de laatste tijd zit ik meer bij onze eigen organisaties, dus zelforganisatie van de Indonesiërs zelf. De Indonesiërs die hier in Nederland wonen? Ja, de politieke ballingen en voormalige studentenactivisten. Ja, ja. Zijn dat echt alleen maar de Indonesiërs of ook wat je dan dus noemt Indische mensen? Het zijn Indonesische staatsburgers mensen die om politieke redenen niet terug kunnen gaan naar Indonesië. Nu nog steeds niet? Nou, officieel kunnen ze nu wel gaan, maar de wetten zijn maar tegen linkse of de verspreiding van linkse ideologie en dat soort dingen is nog niet echt afgeschaft. Dus het is nog altijd, er zit nog altijd een risico in. Dus als je daar als, laat ik zeggen, beschreven staat als ex-politieke gevangene of als dissident, dan kan je nog steeds opgepakt worden. Of als communist of als linksactivist. Ja, communist, socialist, links of wat dan ook. Nou schrijf je in dat pamflet, comité Indonesisch dood, lang leeft het comité Indonesië. Nou, een prachtige zin. Daar staat dan dus behoefte aan tegengeluiden, contrapunten in het verzet tegen de Nederlandse koopmansgeest die het buitenlandse beleid met Indonesië bepalen. Wat vind je nou eigenlijk die Nederlandse koopmansgeest? Plat te zeggen dat de economische belangen altijd belangrijker is dan mensenrechtenprincipes. Ja. Dat zie je elke keer in het hele debat over beleid naar Indonesië toe. Ja. Om een voorbeeld te nemen, de Nederlandse regering heeft besloten om de militaire samenwerking met Indonesië aan te halen. Ja. Dus na 6 maanden te hebben opgeschort. En de reden daarvan is dat levering van radarapparatuur, daar gaat het om, zal de bloedbad in Maluku min of meer helpen stoppen door de marine te versterken, zodat de jihadstrijders er naartoe niet kunnen gaan. Nou, ik weet bijvoorbeeld vanuit hier ook dat waar die jihadstrijders, die islamitische radicale groeperingen die naar de Maluku worden gestuurd, getraind zijn. Ik weet ook via dat er wapendepot is in Surabaya. Dus als ik dat weet, dan moet de regering ook weten. Ja. Ja, dus de Nederlandse regering die exporteert nog steeds wapens naar Indonesië? Het ging om radarsapparatuur, maar eenmaal het verbod voor het levering van wapensapparatuur naar Indonesië opgegeven wordt, en dan kan het ook de volgende keer om kortvetten gaan, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dat is inderdaad die koopmansgeest, dat men dus toch die exportbelangen voor laat gaan op de mensenrechten. Dat is volgens jou als de koopmansgeest. Hè? Dan staat er dus nog een tweede in van het buitenlands beleid van Nederland ten aanzien van Indonesië. Nou heb je dus ten aanzien van de Molukken problemen, Aceh, het voormalige Nieuw-Guinea. Ik vraag me wel eens af, wat kan Nederland nou doen in de buitenlandse politiek, afgezien dus van het niet meer leveren van wapens, om dus die strijd bijvoorbeeld in de Molukken of in Aceh te verminderen? He, want er wordt al altijd van alles geëist van de Nederlandse regering. Maar zelfs als zou de Nederlandse regering nou het geweld in de Molukken betreuren, wat ze doet, het geweld in Aceh betreuren, wat kan ze meer doen dan? Nou ja, in de eerste plaats moeten elke vorm van militaire samenwerking met Indonesië worden stopgezet. Ja, ja. Dat vind ik een hele belangrijke. Mm-hmm. Een andere is om de, wat ik maar zeggen, de logistiek, de financiële logistiek van dat geweld stop te zetten. Er zijn heel veel bedrijven, gelden van het Suharto-clan en zijn cronies, die hier ook in Nederland te vinden zijn. Ja, ja. De Suharto-bedrijven die werken samen met heel veel Nederlandse banken. Mm-hmm. En wat dat betreft, ja, een campagne zeg maar, voor bevriezing van die asset, van Suharto-gelden, kan een stap vooruit zijn in het stoppen van het geweld. Maar laat ik zeggen, dus het feit dat gelden uit Indonesië, ja, corruptiegelden misschien, smeergelden. Ik praat over bloedgelden. Ja, bloedgelden die dus ook door de Nederlandse banken, daar wordt mee gehandeld. Kan de Nederlandse regering de handelwijze van die banken stoppen? Nou ja, dat is de ethische keuze die de Nederlandse regering moet nemen, vind ik. Ja, maar is dat juridisch mogelijk? Dat weet ik niet, 1, 2, 3, maar ja, het moet gewoon mogelijk zijn. Als het mogelijk is om de corruptiegelden van Marcos ook te bevriezen in Zwitserland en in de Verenigde Staten, mm-hmm, dan moet het ook zelf mogelijk zijn hier om ook in Nederland zoiets te ondernemen. Ja. Zijn jullie nou... Want dus deze nieuwe comité Indonesië, het Indonesian House, dat is dus wat je al zei, een comité van Indonesiërs, ballingen, et cetera. Hè? Hebben jullie nou contact met oppositionele en dissidente bewegingen in Indonesië? De meeste van ons komen uit de zogenaamde pro-democratische beweging in Indonesië. Ja, ja. Heel veel van ons zijn voormalige leider uit de studentenbeweging. En we hebben heel veel contact met de mensenrechtenbeweging, verschillende organisaties overal in het land. Dus niet alleen op Java, maar ook in Aceh, in de Molukken, ja, overal in het land. En op dit moment zijn we ook onze contacten aan het uitbreiden naar humanitaire organisaties die vooral op dit moment actief is in Aceh en in de Molukken, om de binnenlandse vluchtelingen op te vangen en bij te staan. Hoe groot is die beweging in Indonesië eigenlijk die zich keert tegen de restanten van het Suharto-regime en die dus de mensenrechten bevordert, de democratie bevordert? Is dat een grote beweging of zijn dat kleine marginale groepjes? De pro-democratische beweging is vrij invloedrijk in Indonesië. Maar natuurlijk, net als elke andere beweging, bestaat ook uit verschillende facties. Je hebt gematigde facties waar onder andere de huidige president de leider is. De Wahid. Ja. Wahid, Abdurrahman Wahid. Die in feite komen met een soort middenweg tussen het militarisme en democratische principes. Ja. En je hebt ook... Dan denk ik dat op dit ogenblik ook niet veel anders mogelijk is, hè? Gezien de machtsverhoudingen. Gezien de machtsverhoudingen onder de elite is Wahid, vind ik wel, de aangewezen persoon. Mm. Maar ja, hij heeft ook zijn tijd gehad. Hij heeft bijna meer dan 1 jaar de tijd gehad om het bloedbad in Aceh en in de Molukken vooral te kunnen stoppen. Maar daar heeft hij in gefaald? Of zeg je van, hij heeft zoveel tegenwerking gehad, meer kon hij er niet uithalen? Nou, het punt is, Wahid kan de militaire apparaat, restant uit de oude orde, niet controleren. Nee, nee. Hij probeert dat door de ene generaal, door de andere generaal te wisselen. Ja, ja, maar tegen elkaar uit te spelen. Tegen elkaar uit te spelen, maar... in feite heeft hij geen enkel gezag op de militairen. Nee. Maar denk je dat een andere persoon dat wel zou hebben? laat ik zeggen, de tweede, Sukarno-Putri. Dus de dochter van Sukarno, die zich tot nog toe behoorlijk stilgehouden heeft, terwijl ze dus in de verkiezingen ja, echt door heel veel mensen naar voren geschoven werd. Heeft die nou, zou die enig gezag kunnen ontwikkelen? Nou, het is wel zo dat de partij van Megawati, binnen de elites van die partij zitten ook heel veel... Megawati zelf als Sukarno-Putri. Megawati Sukarno-Putri. Ja, ja. In haar partij zitten heel veel generalen uit de Suharto-regime die op dit moment overgestapt is naar haar partij. Ja, ja. In die zin heeft zij, denk ik, meer toegang tot de militaire elites. Mm-hmm. Maar dat is ook niet de oplossing, wat mij betreft. De oplossing moet gelegen zijn in het internationale druk en humanitaire interventie wat de Molukken betreft. Ja. Ja, die militaire interventie in de Molukken, waar jullie, maar ook dus de Molukse organisaties in Nederland voor pleiten. Stel je dat dan voor een VN-leger of stel je voor een Nederlands leger? Een vredesmacht van de VN. Ja, ja. Net zoals het in Oost-Timor is gebeurd. Ja, maar misschien dit keer bestaande uit Zuidoost-Aziatische landen, plus misschien een paar Europese landen. Hmm. Dus ik bedoel... Nou, denk je dat dat overigens mogelijk is? Want ik kan me voorstellen dat in de VN juist die islamitische landen daartegen zijn. Omdat het een strijd is tussen christenen en moslims. Dat die islamitische landen waarschijnlijk tegen zullen stemmen als het gaat om interventie door de VN-leger. Ik zie ook geen andere weg mogelijk om de bloedbad te stoppen op dit moment. Dus om verdere rampen te voorkomen, dan moeten ze het wel ingrijpen. Een humanitaire interventie is gerechtvaardigd. Het is wel gerechtvaardigd, maar of het dus ook concreet wordt. Goed, jullie, het is duidelijk waar jullie achter staan in Indonesië. Nou zijn jullie hier zo in Nederland. Wat kan je nou in Nederland doen? Wat doen jullie om dat te bereiken wat je wil bereiken? In het Indonesië Huis zijn op dit moment 3 organisaties actief. Eentje is ACUI, het is meer een humanitaire organisatie die vooral de slachtoffers van het gewelduitbarstingen direct willen helpen. De andere is INFOT, dat is een mensenrechtenorganisatie die vooral campagne voert tegen strafloosheid van de militairen, die op dit moment zo tekeer gaan in de Molukken. En de andere is SAPULIDI, dat is meer een onderzoekgroep die de geschiedenis in Indonesië wil herschrijven. Ja, ja. Wat belangrijk is, wat onze rol zou kunnen spelen, is om een directe verbindingen zeg maar, te creëren tussen basisorganisatie in Indonesië en maatschappelijke bewegingen hier in Nederland. Ja, ja. Solidariteit tussen de Nederlandse samenleving en de Indonesische samenleving. En naast politieke actie en politieke lobbywerk willen jullie ook iets doen met Indonesische cultuur? Nou, wat mij betreft hoeven onze activiteiten niet alleen maar gericht zijn om informatieverspreiding of politieke druk te mobiliseren. Het kan ook, zoals dit, deze posters is gemaakt door een kunstenaarscollectief uit Yogyakarta, maar ze zijn ook politiek heel erg actief. Het is een onderdeel van campagne tegen het geweld in Indonesië. Ja, ja. Kijk, ja. Zulke werk die mogen best wel bij ons worden tentoongesteld, vind ik. Bij ons, en waar is dat ons? Waar is het Indonesian House en wanneer zijn daar dus bijeenkomsten en mag daar iedereen naartoe? Nou, Indonesian House, wij zijn op dit moment bezig met verhuizen en hopelijk vanaf 1 december kunnen we daar beginnen. 1 december wordt het comité Indonesië opgegeven en 1 december beginnen jullie met het Indonesian House. Het adres is Jacob van Lijn op Kade 255. En inderdaad, we delen de ruimte van Nederland Bekend Kleur, de anti-racisme organisatie. En de telefoonnummer is 020 777 4949. En vanaf 1 december beginnen jullie met activiteiten en open avonden. En dat is zowel voor jullie organisatie als alle andere Indonesiërs, maar ook voor het Amsterdamse publiek, die kan daar ook komen? Het is voor iedereen bedoeld. Oké. Reza, hartelijk dank voor je komst naar de studio en succes met je Indonesian House. Dank je wel.